Denise heeft het op haar 28ste helemaal voor elkaar. Ze heeft een leuke baan bij de spoorwegen en is al 5 jaar samen met haar grote liefde chef, met wie ze 3 jaar geleden trouwde. Dat is alweer eventjes geleden, hé. Ai, 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 gaat snel. Ja. Chef, wat had hij aan eigenlijk? Blauw pak. Toen had hij nog geen haar. Dat was ook, toen ik hem leerde kennen, had hij nog gemillimeterd haar. Dus ja, maar hij was ook zo knap. Ja, hij was echt heel knap. Denise en chef genieten samen met de kleine Pika van het leven en de vrijheid. Maar zodra de helm afgaat, is de verbazing van de omgeving groot. Niemand verwacht dat ze samen een setje vormen. Toen ik mijn motor ging kopen, dat was wel heel grappig. Want wij gingen naar de motorzaak en wij gingen de papieren invullen. En met chef erbij uiteraard. En die man van de motorzaak die zegt zo van... ja, dat is wel leuk joh, dat je nou je eerste motor gaat kopen. Dat je vader erbij is. Dus ik kijk die man aan, want ik ben niet te flauwer dan hij gaat. Ik kijk die man aan en ik zeg, nou sorry, maar dan moet jij eens weten wat voor vieze dingen ik doe met mijn vader dan. En die man, die wist niet hoe snel hij zijn kantoortje uit moet. Black Friday, nou, wat doe je? Even stopzetten. Ik ben Denise, ik ben 28 jaar en ik ben conductrice bij de NS. Ik ben chef, 65 jaar en taxichauffeur. Hier op het hoekje waren we de eerste onofficiële date. De eerste onofficiële date. De liefde kwam totaal onverwachts. Op haar 23ste woonde Denise nog thuis. Behalve wat scharrels was ze niet echt met relaties bezig. Tot de ware plots voor haar stond tijdens een zwemuitje. Enige nadeel, hij was ruim 2 keer zo oud. Jij zei van, ga je mee naar de Gelderse Meer? Niemand wilde mee. Niemand wilde mee. Ja, was gewoon eigenlijk stiekem mijn laatste keus. Ja. om te zwemmen. Dankjewel. En krijg je dit? Ja. Maar toen merkte ik al wel dat ik echt wel gevoelens voor hem begon te krijgen. Dus. En toen dacht ik wel, oei, wat ga ik hiermee moeten? Wat moet ik hiermee? 36 jaar verschil, want ik heb ook altijd gewoon vriendjes gehad van mijn eigen leeftijd. Het is niet zo dat ik altijd op zoek ben geweest naar een oudere man of iets. Zeg, wie mag beginnen? Wie? De oudste. Ja, gebruik je maar te veel. Hè? Jij bent de oudste, dus jij moet kiezen. De aantrekkingskracht richting chef. Hij heeft zo'n geweldig karakter. Hij is zo ongelooflijk lief. Ja, maar dat is echt waar. Dat is echt waar. Ja. Ja. Ik vind het heel moeilijk om dat te verwoorden. Nee. Gewoon soulmates of zo. Chef heeft al een heel leven achter de rug. Hij is al 2 keer eerder getrouwd geweest. Maar met Denise heeft hij de ware liefde gevonden. Omdat het heel anders voelt. Het voelt gewoon goed. Ik ben gelukkig. En ik ben zwaar verliefd. Dat is het eigenlijk. Leeftijd is maar een getal. Je bent zo oud als je je voelt. Chef doet graag dingen met Denise. Een flink jongere partner houdt je namelijk jong en speels. Tegen mij zeggen ze wel heel vaak van, wat ga je doen vanavond? Ja, ga een beetje gamen. Gamen. Jij, op jouw leeftijd. Ja. En wat game je dan? Ja, shooters. Call of Duty en dergelijke. 10. Als het maar ver genoeg is, ver genoeg kan schieten en alles. 10, ja. Maar het leukste vind jij als je doet headshotten. Ah, zag een splatje. En dan zie je hem zo eerst de helm aftikken en dan in zijn voorhoofd gaan. En dan zie je van achter zijn hoofd uit elkaar spatten. Super gaaf. Ja. Ja, dat krijg je niet met Britsen. Dat krijg je niet met Britsen. Ja. 36 jaar leeftijdsverschil. Chef en Denise bewijzen elke dag dat het geen probleem hoeft te zijn. Maar de omgeving heeft het er moeilijk mee. Die zien alleen maar de buitenkant. Die zien alleen maar... 36 jaar. 36 jaar verschil.
Waar ik echt door gekwetst kan worden, is als mensen denken dat ik een golddigger ben. Dat doet me het meeste pijn van alles. Weet je wel, dat mensen het vies vinden, dat zal me echt ongelooflijke rotzorg zijn. Maar dat mensen denken dat ik bij hem ben voor zijn geld, dat vind ik zo afschuwelijk. Dat vind ik echt afschuwelijk. Wordt veel gedacht. Wordt heel veel gedacht. Wij staan heel sterk als koppel, maar het zou niet nodig hoeven zijn. Dat je eigen constant moet verantwoorden waarom dat je 36 jaar verschil hebt. Chef is zelfs 8 jaar ouder dan Denise's vader Gerard. Hij vindt het daarom lastig Chef als schoonzoon te zien. Hij zegt ook, ja, maar het is niet wat ik voor jou voor ogen had. En dat snap ik ook. Je gaat daar niet van uit dat jouw kind met een man thuis gaat komen van 36 jaar ouder. Voor Chef in haar leven kwam, had Denise altijd een sterke band met haar vader. Zeker sinds haar moeder na de scheiding uit beeld verdween. Maar nu is het contact moeizaam. Van de hechte eenheid die Denise met haar vader Gerard en broer Dave vormde, is weinig meer over. Aan het kijken of er nog wat leuks bij zit, hoor. Vader heeft het zo moeilijk met Denise's relatie dat hij bang is dat hij zijn emoties niet onder controle houdt. Hij wil dan ook niet voor de camera reageren. Wij zijn vroeger gewoon heel liefdevol opgegroeid. We hebben alle twee een hele goede band met mijn vader. Mijn vader staat echt als een huis voor ons. Wij weten gewoon altijd van als er iets is, kunnen we altijd naar ons vader toe. Ja, kijk, als je kijkt naar de relatie tussen Chef en mijn zus, ja, voor mijn vader, kwam dat heel onverwachts als het ware. Mijn zus die heeft nooit eerder, nog nooit eerder een partner gehad met zo'n groot leeftijdsverschil. En hij stond er eigenlijk ook nog totaal niet open voor als het ware. Dus mijn vader was toen lastig geweest. Ja, hij moest er eerst al gewoon aan wennen. Toen moest hij er nog voor openstaan. En dat gaat gewoon heel veel tijd kosten, denk ik, ook van mijn vader, omdat hij er gewoon helemaal vrede mee heeft. Kijk, als ik met mijn vader over het leeftijdsverschil tussen Denise en Chef praat, merk ik wel dat bij hem de emoties nog wat hoger zitten. Ik merk dat hij er nog geen vrede mee heeft, zoals ik het wel heb, als het ware. Bij hem speelt het nog meer. Natuurlijk, in een relatie ben je elkaars steun en toeverlaat net zo goed als voor je familie. Het moet elkaar niet in de weg staan. Denise worstelt ermee dat vader Gerard haar 36 jaar oudere vriend Chef niet accepteert. Ondanks dat je weet dat hij er waarschijnlijk niet helemaal achter staat, dan zoek je toch die goedkeuring van je vader. Chef kent Denise's pijn en wil haar daarom op een speciale wijze opnieuw de liefde verklaren. Ik had even een vraag. Is de manager in de buurt? Het zou voor Denise heel waardevol zijn als haar vader hier als blijk van acceptatie bij wil zijn. Chef moet over een paar persoonlijke drempels heen, maar hij doet het graag voor zijn grote liefde. Vandaag gaat hij mee in haar hobby, want Chef is namelijk niet het enige waar Denise wild van wordt. Ik kan er gewoon enorm lekker mijn ei in kwijt. Lekker sminken, opmaken, dan ook TikTokjes opnemen. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Gewoon even lekker helemaal niks. Gewoon hobbyën. The next time you raise a hand to me, will be the last time you have hands. Cosplay is echt Denise's ding. Chef heeft er niets mee, maar als oude romanticus wil hij haar graag overrompelen. Dit is haar grote voorbeeld natuurlijk, hè? Dit is Maleficent. Is het de bedoeling dat ik die raaf ga worden, maar dan niet als vogel zijnde natuurlijk, maar als persoon zijnde, want hij verandert in een persoon. Ja, daar is ze een groot fan van. Ze heeft wel eens een keer gevraagd of dat ik mij zo wilde schminken. Nee joh, daar begin ik niet aan, daar doe ik niet aan mee. En ik ben eigenlijk blij dat ik het niet gedaan heb, want dan kan ik het nu mooi doen als een verrassing. Maar er zit nog heel wat werk om aan te komen om dit allemaal te gaan regelen. Zichzelf verkleden en inleven in een ander karakter, dat durft Chef nog wel. Maar zijn 8 jaar jongere schoonvader uitnodigen is moeilijker. Hoe herstel je een relatie die nooit echt goed is geweest? Gerard 1-op-1 heb ik eigenlijk nog niet gehad in al deze 5 jaren. De situatie gaat niet vanzelf veranderen. Chef blijft 36 jaar ouder dan Denise. Maar een echt gesprek over alle bedenkingen van Denise's vader hebben de twee mannen nooit gevoerd. Chef wil zijn gevoel uitspreken en benoemen wat tot nu toe altijd onbesproken bleef. Het lastige is het begin. Moet ik volstaan met Gerard? Hoi Gerard, goedemorgen, goeiedag Gerard. Schoonvader vind ik zo raar. Gewoon Gerard, maar denk ik. Het begin is er. En dan volgt de rest hopelijk vanzelf.
Chef en Gerard hebben zeker één ding gemeen, hun liefde voor Denise. Dat jij jouw dochter aan mij toevertrouwt, vind ik heel bijzonder. Ik hou ontzettend veel van haar en vind het dan ook moeilijk om haar zo verdrietig te zien. Dat is zij soms, omdat haar relatie met mij zorgen met zich meebrengt. Denise, haar ergste nachtmerrie is als ik er straks niet meer ben. Denise droomt hier regelmatig over en wordt dan schreeuwend wakker. Ik vind het heel verdrietig en pijnlijk om haar zo te zien. Ik weet dat jij de zorg van Denise deelt, dat ze na mijn overlijden weer opnieuw moet beginnen. Ik beloof je dat zolang ik leef en er alles aan zal doen om je dochter gelukkig te maken. Daarom wil ik haar heel graag verrassen en haar opnieuw laten weten hoeveel ik van haar hou. Ook wil ik je vragen om erbij te zijn, niet alleen voor mij, maar vooral voor Denise. Nou, daar gaat hij dan. Of ook van zegen, hè? Om zijn veel jongere vrouw Denise te verrassen en schoonvader Gerrit deel te maken van hun geluk, heeft chef een verrassing georganiseerd. Waar ga ik schaduwen neerzetten? Waar ga ik de littekens neerzetten? Wat ga ik met je wenkbrauwen doen? En ook hoe gaat de pruik er een beetje uitzien zometeen, zodat je echt zometeen eruit gaat zien als diaval? Heb je er zin in? Ja, ik ben een beetje overdonderd eigenlijk. Dat snap ik. Chef treedt vandaag uit zijn comfortzone. Hij transformeert in een van Denise's favoriete fantasiefiguren. Nu heb je het idee dat ze het doorheeft? Ik denk dat Denise dit niet verwacht. Er spookt constant één belangrijke vraag door chefs hoofd. Komt de vader van Denise? Even mijn bril opzetten hoor, want anders gaat het niet lukken. Nee, geen bericht van schoonvader, oftewel Gerard. Nou ja, oké, verwetten maar. Bij het huwelijk was de vader van Denise wel aanwezig, maar afzijdig. Hij had het moeilijk met de keuze van zijn dochter. Nu, 3 jaar later, heeft chef zijn schoonvader Gerard uitgenodigd voor een herkansing. Maar helaas heeft hij niets meer gehoord op zijn uitnodiging. Gaat haar vader dan ook zometeen bij zijn als je zometeen in die tent staat? Ik heb geen idee. Ik hoop zo van wel, maar... Wat zou het voor jou betekenen als hij erbij zou zijn? Nou, ik denk dat het meer voor Denise gaat betekenen als... Ja, voor mij betekent het natuurlijk ook veel. Dat hij laat zien dat hij zijn goedkeuring geeft aan onze relatie. Ja. Het huwelijk wordt in een fantasy setting nog eens dunnetjes overgedaan. Maar het succes van de hele romantische operatie hangt af van de komst van Gerard. Het ND er ook bij. Oh, dat is leuk. Ik ben er voor de mentale ondersteuning. Oh, dat vind voor ik super. De geestelijke ondersteuning is je mee. Kom bij. Kom binnen. Kom binnen. Gerard, ja. Ik ben blij dat je er bent, man. Ja, joh. Na enige aarzeling is Gerard toch gekomen. Samen met zijn zoon Dave. Het voelt nog wat ongemakkelijk, maar er is een begin. Geweldig, man, dat dit er is. Je hebt mijn schoonbroertje, mijn zwangertje ook nog bij. Ja. Voor de morele steun, zei je toch, Dave? Ja, voor ons pap. Voor ons pap. Want ik denk dat het betekent dat mijn vader hier vandaag is. Maakt niet uit wat er gebeurt, hij zal er altijd voor mijn zus zijn. Ook al heeft hij er misschien nog steeds moeite mee. En dat vind ik wel heel mooi. Denise gaat niet verwachten dat haar vader erbij zal zijn. Dus dit wordt echt een complete verrassing voor haar. Dus ik ben zo verschrikkelijk nieuwsgierig naar haar reactie. Normaal gesproken hebben chef en Denise geen geheimen voor elkaar. Maar dit keer heeft chef de hele operatie in alle stilte voorbereid. Ik was aan het kijken en ik zag mijn vader, die ik niet verwacht had. En ik denk, wie staat daar dan? Ik wist het echt even niet. Ik moest echt 2-3 keer kijken voordat ik hem had herkend. Ik vond het zo leuk. Hoe vind je het? Geniaal! Kom hier zitten. Ken dan? Ja, ik moet even voor mijn vriend. Dat je niet in de fik gaat. Je weet echt heel veel van jou. Ja. Ik weet wat je zorgen zijn en je angsten. Mm-hmm. Ik kan er weinig aan doen. Mm-hmm. Maar wat ik je wel kan beloven is dat ik jou zolang als ik kan gelukkig maak. Ja.
Ik hou van je. Ik hou ook van jou, Gabby. Ja. Ja. Alsjeblieft. Ik hou van je voor altijd en altijd. Ja. Ook vader Gerard heeft een bijzondere verrassing voor zijn dochter en haar man. Misschien wel het grootste geschenk dat hij nu kan geven. Voor het eerst heeft hij zijn emoties en liefde vastgelegd in een brief. Chef, in het begin van jullie relatie heeft dat mij heel veel zorgen gebaard en slapeloze nachten gekost. Hoe moet ik mijn dochter vertellen dat dit misschien niet de slimste keuze is? Niet de persoon, maar de grote leeftijdsverschil was het probleem in mijn ogen. Na verloop van tijd zal ze er weer alleen voor staan. Tegen liefde kun je niet opboksen. Wie ben ik dan om het tegen te houden? En zo het contact met mijn dochter te verliezen. Ik zie dat jullie gelukkig zijn. Dat maakt mij blij dat jullie het leuk hebben. Lekker genieten en niet te veel piekeren. De dingen zijn zoals ze zijn. En daar moeten we het gewoon allemaal mee doen. Dankjewel dat je er bent. Voor jou ben ik er toch altijd. Ik kwam mijn kinderen toch nooit van. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ik ben voor jou, kom. Ik heb dat nog nooit zo uitgebreid gehoord van mijn vader. Nee, het was echt super speciaal. Betekent dat ook dat je er gewoon helemaal achter staat? Jullie hebben het nou zin, dus dat is voor mij het belangrijkste. Dankjewel, Gerard. Ik ben wel heel blij dat hij er zoveel vrede mee heeft en dat hij ook ziet dat wij gelukkig zijn. Want ik had het, wat dan er gaat, niet beter kunnen hopen, zeg maar. Dankjewel dat jullie er waren. Echt super fijn.